Voilà, donc le titre de mon intervention. De titel van mijn interventie. Beelden is het beelden van de Sonderkommando's. En we gaan het dus hebben over een aantal vragen die gisteren gesteld zijn en natuurlijk ook over het waardeoordeel over de Sonderkommando's. En de beoordeling, de veroordeling die de Sonderkommando's tot op de dag van vandaag over zich heen krijgen. Dus er zijn een aantal wel bepaalde reacties op de beelden de beelden dat de andere gevangenen van de Sonderkommando's hadden. Dus ik zal een aantal fragmenten citeren uit het boek. En het is zo dat de gedeporteerden een erg negatief beeld hadden van de Sonderkommando's. En we gaan proberen te achterhalen hoe dat eigenlijk komt. Olga Lengel zei dat in een aparte kader het volgende citaat. Dat mensen dus kunnen zeggen dat het niet juist is wat zij deden, dat zij Sonderkommando's deel uitmaakten van de realiteit. En als de Sonderkommando's contact hadden met de Canada-commando's en andere gedeporteerden, dan blijft het echter wel zo dat dat geen gemakkelijk contact was met gewone gedeporteerden. Maar de Sonderkommando's hadden in ieder geval wel dat contact, maar het was dus heel pénible. Obligés au silence, bien gardés, ils disparaissaient sans laisser de trace dans un total mystère. Ze verdwenen ook zonder enig spoor na te laten. Tout un imaginaire. En dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding. Zij leefden een beetje in. Hun bestaan was in de nevel van mysteries gehuld. Dans une nouvelle, donc moins dans un. Qui n'est donc pas une parole directe sur les hommes d'ordre. Ik wil dus iets vertellen over de Sonderkommando's. Er is nog een recente publicatie in Frankrijk uitgekomen. En daarin vertelt dus de auteur die bij de Sonderkommando's staat over zijn ervaringen, de zaken die hij heeft meegemaakt. En we kunnen zeggen dat er een aantal gevangenen gedeporteerd was die wel degelijk contact hadden met de Sonderkommando's. En als zij hem dan vraagt, ja, wat was dat dan? Ja, kijk, dat is echt een soort routine. We namen kinderen, we gebruikten kinderen die met hun haar staken we de ovens aan. En zo konden we de vuren goed in brand krijgen. Dus het was allemaal heel eenvoudig. Het was een routine. Hij vertelt dus van op een zekere afstand en met een zeker cynisme zijn ervaringen. En hij heeft het over al die moeilijk te verwoorden ervaringen die hij in de concentratiekampen heeft gehad. En het gaat dan rechtstreeks over de betrekking bij dus het uitroeiingsproces van de Joden. Hij zegt dus dat ze om de ovens aan te steken, dat zij kinderen gebruikten. En daaruit blijkt heel duidelijk hoe afschuwelijk die situatie is, hoe vreselijk die horror, die terreur is. En het lijkt wel alsof het iets is dat surreëel is, maar wat de werkelijkheid is, dat lijkt zich ergens anders af te spelen. Dat lijkt zich ergens in de buitenwereld af te spelen. En dat zijn dus de woorden die hij gebruikte om te omschrijven wat plaatsvond tijdens die periode. Rudolf Verbre en Alfred Wetzler hebben een beeld van die ervaring, een bepaald beeld. Zij zijn allebei gevangen geweest in Auschwitz en zij hebben een heel negatief beeld van die Sonderkommando's. Zij vertellen dat ze weinig contact hadden met hen. Het waren wilde. Het valt niet te omschrijven hoe zij, in wat voor staat zij verkeerden.
Alors, avec le temps, les visions n'évoluent pas plus. In de loop van de tijd evolueert dat beeld ook helemaal niet. En het bleef een zeer negatief beeld. Een beeld dat het spookachtig is en dat dus eigenlijk niet minder negatief werd in de loop van de tijd. In 1972 schreef hij het volgende fragment over de speciale commando's. We hadden het gevoel dat elke vorm van menselijkheid verdwenen was. Wij verbranden diegenen die er het gemakkelijkste uitzagen. En het enige gevoel dat we kenden was angst voor de dood, voor onze eigen dood. Dat we niet meer konden verder leven. Dat wij ook ten prooi zouden vallen aan de barbaarse machine van de dood. We zien dus dat er geen grijntje menselijkheid overblijft. En het is dus tegelijkertijd te merken in mondelinge als in schriftelijke getuigenissen. Zij schreven ook als groep, het ging om Schreiber. In die groep zat hij dus. En dat zij is dus een groep van historische getuigen van Auschwitz. Het waren tegelijkertijd gevangenen, gedeporteerde strijders van de antifascistische beweging. En gedurende al die jaren in Buchenwald en daarna in Auschwitz hebben zij het over beelden, visies, vreselijke verscheurde ideeën. Gekke beelden, waanzinnige beelden. Zijn boek Homme et femme Auschwitz, dus mannen en vrouwen in Auschwitz, gaat daarover. Die getuigenis werd deels geschreven na de oorlog en werd gepubliceerd in 1970. En hij omschrijft daarin de commando's in Birkenau. Daar zat hij dus voor hij geëvacueerd werd. Elle était dans ce groupe de femmes. Deze schrijfster zat in die groep van vrouwen die waar niet gehuild kon worden, waar men niet ziek kon worden. En als men zou ziek worden, dan zat men daar echt in Auschwitz wel op de verkeerde plek. Het is een fragment uit een trilogie over Auschwitz. Een gevangene zat op de grond van een vrachtwagen. En we weten dat de Sonderkommando's bepaalde privileges hadden. Dat zij genoten van betere omstandigheden dan de andere gedeporteerden. En zij schrijft dus dat zij de gevangenen voor de gaskamers selecteerden. En dus die moesten dan op de grond van de vrachtwagen gaan zitten. Het duwde ze. Het duwde ze op zo'n geroutineerde manier dat het duidelijk was dat ze wisten wat hun werk was. En ze maakten tegelijkertijd gebruik van dus de zwakte van die vrouwen. En ze duwden die in die blokken in Birkenau. Daar bevonden de mensen zich dus, eens ze geselecteerd werden. Daar heerste dus angst en terreur. En die vrouw die dus opgeheven werd door mannen, omdat ze fysiek niet meer in staat was zichzelf voor te slepen, moest zich dan ook uitkleden. En u moet weten dat het erg koud was in Auschwitz in januari, februari. Dus er is dan een hoop mannen die haar komt halen en haar eigenlijk gewoon naar de dood draagt. Ja, wat zit daarachter? Dat is niets denkbeeldigs dat zich daar afspeelt. Het gaat om werkelijk feiten. Het is iets wat je niet te boven komt. Dus de gedeporteerde weet wat hem of haar te wachten staat, dat hij dus binnen 2 of 3 of iets langer, iets meer maanden, dat hij of zij zich dus in die staat van muzelman zal gaan bevinden in Auschwitz. En
die ontmoeting tussen de nu zo'n man en het zondercommando dat hem dus komt halen, of haar komt halen, en wie brengen hem of haar dus naar de dood. Dat is een beeld dat wordt opgebouwd. En dat is een gruwelijk beeld, want iedereen weet dus dat je uiteindelijk in die staat terechtkomt en dat de zondercommando's je dan komen halen om je naar de uiteindelijke dood te brengen. En dus dat moment, dat komt sowieso, dat zou je niet aan kunnen ontsnappen, het moment waarop je dus vergast wordt. En dat zijn dus beelden die voortkomen uit een bepaalde realiteit, waarvan de gedeporteerden wisten dat hen die te wachten zou staan. Ze wisten dat ze meegenomen zouden worden. We zien ook hoe die beelden tot stand komen. Het waardeoordeel, het degraderende, het disqualificerende oordeel. Maar er zijn ook mythische beelden van monsters, spoken, om dus die schrik aan te wakkeren. Dus de gedeporteerden hadden bepaalde beelden van de zondercommando's. Er bestaat nog een ander soort beeld, een ander soort visie. Dan wil ik het hebben over Primo Levi. Traîne avec lui, dire toute à la fois les ondercommandos et le questionnement sur les ondercommandos. Hij stelt zich grote vragen bij de zondercommando's. On a aussi un usage, un véritable usage de l'image des ondercommandos. Dus de gedeporteerden hadden een bepaald beeld van de zondercommando's. En daar sluit hij zich bij aan. Stefan Hemming, een van de eerste auteurs die Auschwitz bezocht, heeft een tekst geschreven die in Frankrijk niet vertaald werd. Auschwitz is unvergessen. Dus het gaat om een korte tekst die gepubliceerd werd in een verzameling in Duitsland. We zien in de tekst dat er een personage aan bod komt, Henrik Borensky. Dans le commando des crématoires. Hij zat in het crematorium commando. Avec le texte sont assez faciles à faire avec Henrik Mandelbaum. We kunnen makkelijk de vergelijking trekken met Henrik Mandelbaum. Alors il n'embrasse pas un portrait impitoyable. En hij schetst helemaal niet zo'n zielig beeld. Hij doet een ideologisch, betoog. Hij vertelt over bepaalde Amerikaanse toeristen die volgens Borensky genocide beschouwen als propaganda. Je cite l'honneur de la nation polonaise et faire se rejoindre à la fois la trompette de Varsovie, en van Warschau, l'insurrection de Varsovie, et les ruines du crématoire. En de ruïnes van het crematorium. Dat hoort allemaal samen. Op die manier probeert hij dus de zondercommando's in een juist kader te plaatsen en die te doen stroken met een ideologisch politiek beeld dat in die tijd heerste in de naoorlogse periode. En hij probeert dus de genocide in een heroïsche mars te plaatsen. In een heroïsche opmars tijdens de oorlog. Dus een antifascistische neiging die toen begon te heersen. En dat doet ons denken aan de manier waarop het beeld dus die vier stereotype beelden tot stand kwamen vlak na de oorlog om dus aan te tonen hoe sterk die vrouwen waren.
quatre photos qui ont été prises par un groupe. Dus er zijn vier foto's die genomen werden door een groep van Sonderkommando. Zij hadden een camera kunnen bemachtigen en zij konden dus die foto's nemen. En dat heeft heel wat schade aangebracht aan crematorium 5. Er moest dus een ploeg ingezet worden die het crematorium ging herstellen. En toen hebben zij de kans gehad om die vier foto's te nemen. In 44, in het begin van 44 was dat. Meneer Bartosik heeft het daar ook over gehad. Hij vermeldde de naam Alex, degene die dus de foto nam. Hij ontsnapte, hij werd dan opnieuw gearresteerd en hij werd geëxecuteerd. Die foto's zijn bovengekomen, die zijn heel accuraat en die zijn dus tentoongesteld in een expositie over de concentratiekampen. Enkele jaren later ontstond er een heel debat naar aanleiding van die foto's. Le débat sur ces photos est marginalement quand même sur les Sonderkommando, puisque ceux qui ont en in bepaalde, in beperkte mate ook over de Sonderkommando's. Alors je reviens, je continue sur ces photos. Ik ga het nog even hebben over die foto's. Il y a une de ces photos. En fait, l'ordre. De foto's zijn genomen vanuit een bepaald standpunt. Het standpunt is dus gereconstrueerd op basis van de negatieve. En ik kon dus achterhalen dat dit de eerste foto was. Die is genomen vanuit een gaskamer. De tweede, die je hier ziet. La deuxième était celle-ci. Toujours prise à l'intérieur, donc vous aviez is ook nog steeds genomen van binnenuit. D'autres qui étaient à côté. Er waren nog andere crematoria die er zich ernaast bevonden, maar deze, dit crematorium bevond zich dus achter de gaskamers. Cette deuxième photo. Donc on voit effectivement. Dus we zien hier. Contextualisation, c'est le moment où. Wat de context is, dat is het moment waarop de konvooien dus aangekomen zijn en vergast zijn en dus dan ook verbrand worden. Men kon de massa lijken niet verbranden binnen, dus die werden buiten op brandstapels verbrand. Dus we zien hier een bevestiging van die clichés. De Sonderkommando ziet dus de lijken verzamelen en die op de brandstapel gooien. La prise de vue n'est pas, il n'a pas pu prendre une photo, la photo qu'il voulait. Hier zien we dat de foto niet geslaagd is. De camera deed het niet goed. En dan hebben we de volgende foto die genomen is in de bossen rond Birkenau. Un groupe de femmes nues. We zien een groep naakte vrouwen vlak voordat ze de gaskamer binnengaan. Pour faire le lien, alors on peut faire un plan rapproché. Welke verband zien we hier? Wel, hier zien we de vrouwen op de foto die. Foto's die dus verspreid zijn na de oorlog. En dit is de originele foto, die werd dan geretoucheerd. En zo was dus de foto zoals ze tientallen jaren is gecirculeerd. Dus men heeft haar borsten gereconstrueerd, men heeft haar gezicht, een gezicht gegeven. Want op die manier kan men dat beeld transformeren, die vrouw transformeren. Dus die zich in zo'n kwetsbare staat bevindt, want zij gaat vergast worden. En op deze manier wordt het een soort mars naar de dood. Il y a quelque chose de la récupération. Dus hier wordt een deel van het beeld gerecupereerd door Hemlin. Dus we zien in die foto's een bevestiging van die unieke clichés. En op deze manier slaagt men erin een vorm te geven aan een vrouw.
Waardoor we een bepaalde zin kunnen geven aan die situatie die natuurlijk afschuwelijk is, want die persoon in kwestie bevindt zich in zo'n kwetsbare situatie en wandelt als het ware naar de dood. Dus het is de oorspronkelijke foto. En we zien op een bepaalde manier dat we hier geen duidelijk beeld krijgen, maar als die dan geretoucheerd wordt, dan wordt dat een vorm die dus werkelijk betekenis krijgt. Dus op deze manier krijgen we een vorm te zien die we kunnen herkennen. En kunnen we ook beter begrijpen wat de betekenis daarachter is. Want anders is er geen zingeving aan voor dat soort beelden. Dus nu begrijpen wat die Joodse vrouw daar was. Dat zij zich moest uitkleden voordat ze naar de gaskamer ging. Kort na de oorlog waren dat beelden die wel aan de orde waren. Dat geeft ook een antwoord aan de dwang. Dat geeft een verklaring van de dwang. Op die manier kunnen we dit soort beelden integreren in een verhaal, zoals dat van Poremski. En Hemlin probeert op deze manier een ideologisch betoog te houden. Dus die foto's willen wel degelijk iets zeggen. We hebben gisteren ook al gezegd dat de Sonderkommando's geen passieve wezens waren, geen passieve groepen waren die als een robot automatisch te werk gingen. Zij werden in een groep gebracht, er werd een groep samengesteld en uiteindelijk hebben zij deze foto's wel genomen. Het waren foto's die essentieel waren tijdens de opstand, om die opstand, om het verzet aan te wakkeren. Als we even nog even hebben over de polemiek die achter deze foto's zit, wel dan kunnen we het volgende zeggen. Deze foto's zijn te bezichtigen geweest vanaf de jaren 50. En we zien hier, wat is het centrum, wat zien we in het centrum van de foto? Wel, we zien een bepaald beeld dat wel degelijk documentaire waarde heeft. We zien hier de lijken die verbrand worden. Maar wat is nu de essentie daarvan? Wel, dat is een element dat van cruciaal belang is geweest, want men ziet ook in welke omstandigheden de foto genomen werd, namelijk vanuit een gaskamer. En dat toont ons dat die Sonderkommando's een heel bijzonder beroep uitvoerden daar, dat zij. Cette question, c'est que si on les recadre et si on enlève l'encadrement, zij deze foto's konden nemen. Dus als we dat kader weglaten, dan zou het een heel andere foto zijn. Het standpunt van waaruit deze foto genomen is dus heel belangrijk. Dus het gaat hier om een lid van een Sonderkommando dat vanuit een gaskamer een foto neemt van de plek waar de slachtoffers verbrand worden. Dus wat heeft dit voor invloed op het beeld dat wij van die Sonderkommando's hebben? Wel, het toont ons dat die Sonderkommando's zich wel bewust waren van wat zij moesten doen. Zij wisten dat die lijken verbrand werden door de Sonderkommando's, maar het is ook zo dat die Sonderkommando's, dat dus dit lid van de Sonderkommando's zich daarvan distancieerde om op dat moment deze foto te maken. Gisteren heb ik enkele vragen gesteld waar niet echt een antwoord op is gekomen over het verzet. En j'ai lu qu'effectivement ces photos avaient été des commandes
Deze foto's werden gemaakt op verzoek van het verzet in 1944. In juli 1944. Er was al een massa Joden vermoord en vergast en verbrand. Dus deze foto's tonen gewoon wat eigenlijk al lang geweten was. Dus op deze manier kreeg men aanvullend bewijs om dat idee te ondersteunen dat al lang leefde. En op die manier werd dus die wanhoopsdaad van september, oktober aangewakkerd. Sur cette polémique et sur la plus précisément sur l'argumentation de Georges Duber. Dan wil ik het nog hebben over Georges Duberman en zijn standpunt. Du rapport à l'image avec les Sonderkommandos. Dus over het beeld dat hij had over de Sonderkommando's. Dus ik ga dit kort schetsen wat zijn beeld ervan was. Duberman dit pour savoir il faut imaginer. Je moet je het inbeelden om het te begrijpen, zegt hij. Donc on de sa part la déclaration d'une foi dans l'imagination et que dus het gaat om een vaststelling een beeld in de verbeelding die zijn verbonden door een causaal verband. Je simplifie, mais en même temps, il y a beaucoup de détours. Dus ik vereenvoudig het, want er zijn heel wat omwegen die niet zo belangrijk zijn binnen deze context. Maar het gaat om de volgende essentie. Het gaat dus om beelden en verbeelding. Patton is dus het personage. Hij krijgt geen tegenantwoord. In het discours dat Duberman opbouwt. Er wordt dus aangehaald dat een bepaald beeld en verbeelding niet hetzelfde is. En we weten dat er bepaalde beelden zijn die voortkomen uit de verbeelding. En dat is niet altijd op te lossen in bepaalde kennis. We gaan dadelijk ook nog over Primo Levi praten. Hij was dus de eerste die het had over het feit dat de onbevattelijke realiteit van Auschwitz al die jaren dat men tijdens al die jaren werd blootgesteld aan bepaalde experimenten met de fysiek, met de materie. En hij zei dat er dus toch iets was dat niet te vatten was door kennis, door het verstand. Dus hij praat over het onbevattelijke van Auschwitz. En hij probeert dat te theologiseren. Dus er is iets reëel. En dat houdt verband met de verbeelding. Als we naar die beelden kijken, dan zien we dat die dat ondersteunen. Er zijn beelden die het ondersteunen, maar die beelden komen niet enkel voort uit de verbeelding, maar die gaan ook in, die druisen in tegen de verbeelding. En dat is een retoriek die vooral uit de Shoah-literatuur voortkomt. Als we die beelden naast elkaar plaatsen, dan zien we dat er niet per se een logisch verband is. Je kan aan uw toeschouwers een beeld laten zien dat het daarom geen verband houdt met het volgende. Die beelden die zeggen ons dat en die verhinderen dat wij die link leggen. We geven aan die vrouw bijvoorbeeld een allure van een vrouw die vrijwillig en moedig de dood tegemoet stapt.
Maar door die opnieuw te kaderen, door die te retoucheren, wordt er veel meer duidelijk. Door die beelden te maken, nemen we een beeld dat eigenlijk voortkomt uit de verbeelding, of dat inspeelt op de verbeelding, en maken we er een beeld van dat indruist tegen de verbeelding, dat niets meer te maken heeft met de verbeelding, maar dat een reëel beeld is. Dus het beeld uit de verbeelding dat we in ons hoofd kunnen hebben, kan op die manier getransformeerd worden in een reëel beeld, in een realiteit. Die zonder commando's, die konden dus 20 jaar later bepaalde fragmenten weer gaan aanhalen van wat zij hebben meegemaakt. Want dat zijn beelden die over hen gevormd zijn. En die kunnen die beelden dan gaan beïnvloeden en gaan transformeren. En opnieuw gaan kaderen. En op die manier zien we dat we te maken hebben met iets dat misschien ergens te maken heeft met verbeelding, maar dat ook, waarachter ook een vreselijke realiteit zit. Die ploegen die dus met die onmenselijke taak moesten bezig zijn, worden op die manier in een nieuwe context geschetst. En aan het einde van juli zijn er 300.000 Hongaren die vergast waren. En zelfs het crematiesysteem was onvoldoende om die lijken te doen verdwijnen. Uiteindelijk zijn die beelden zelfs nog niet voldoende. Men probeert dus, dat kost wat kost, die taak te klaren. En het is iets dat, die beelden tonen dat iets is dat niet imaginair is, dat niet denkbeeldig is en dat het dus werkelijk gebeurd is, dat wordt aangetoond door deze beelden. Ja, Lieberman was zeer religieus, zeer gelovig en de beelden die we hier zien kunnen dus als iconoclastisch beschouwd worden. De beelden van de zonder commando's zijn dus erg gevarieerd. De jonge Jean Dovlau komt op een gegeven moment aan. In Israël en hij wil daar in het verzet gaan. Hij wordt ondervraagd door een van de leiders, een van de chefs van de sectie. En die kijkt hem aan en vraagt hem om explosieven te plaatsen tijdens de opstand in Warschau. En hij verklaart dus dat hij in de zonder-commando's in Auschwitz heeft gewerkt. Men moest daar dan putten graven. Dus men vulde die putten met explosieven om de Joden die vergast waren te doen verdwijnen, die lijken te doen verdwijnen. En Kremno heeft dat ook aangehaald in de expositie. Hij breekt uiteindelijk onder de druk van die chef. En hij voelt dan al schaamte. Hij voelt zich niet langer als lid van de opstand in het ghetto van Warschau, maar meer als lid van de Sonderkommando. Zo voelt hij zich, hij voelt dat hij zo bekeken wordt. Dus we begrijpen dan goed, als we het hebben over de Exodus, dat er een zekere strijd gevoerd werd voor Israël. En dat zijn beelden die we ook vinden in het heldendom, de helderbeelden in het Westen. En het zijn beelden die daarin gekaderd kunnen worden in die tijd.
Dus dat is een goed voorbeeld van de schaamte die bepaalde Joden voelen, omdat ze deel uitmaakten van de Sonderkommando's. De SS gebruikte dus ook vrouwen voor dat soort taken. Dus we vinden schaamtelijke beelden, minachtende beelden van de Sonderkommando's. Want net zoals bij de beelden zeggen die Sonderkommando's ook wat zij hebben meegemaakt. En dat is een destabiliserende categorie waarin zij zich bevinden. Zij zijn dus geen helden, zij zijn geen strijders van de opstand. In die categorie passen ze niet. Ze passen ook niet in de categorie van de slachtoffers. Want zij worden meegezien alsof ze behoren tot de categorie van de SS'ers. En zij behoren dus in een destabiliserende categorie, een ontwrichtende categorie, en dat is wat Primo Levi de grijze zone noemde. Dus die Sonderkommando's die schamen zich omdat zij dus op die manier worden bekeken en omdat zij die achtergrond hebben en zij worden niet beschouwd als helden. We vinden de Sonderkommando's dus ook nog in andere beelden. We zien hen ook in een fragment in Maus. De verteller is hier in gesprek met zijn vader en probeert op die manier een beeld te krijgen van de vervolging, de ontsnapping, de gedeporteerde. En uiteindelijk volgen er een aantal pagina's waarin gedocumenteerd wordt hoe de gaskamers werkten en hoe het uitroeiingsproces in zijn werk ging. Spiegelman toont ons hier hoe dat dus verliep. En dat bevestigt dat je intelligent moest zijn ook voor dit soort werk. Door hun bepaalde kleren ook aan te doen en door hen te disqualificeren als menselijk wezen. Nu zien we dat in een stripverhaal dat later is uitgekomen, in 2000, terwijl Maus uitgegeven werd in de jaren 90. Pascal Crochy, hier slachtoffers afbeeld, leden ook van de Sonderkommando's. Leden dus van de Sonderkommando's die blikken Cyclone B dragen. En wat hier nu zo schokkend is, is dat Crochy, die zich ook baseert op een aantal stereotype clichés over de Sonderkommando's. En hij hen dus datzelfde gezicht geeft dat we ook terugvinden bij de slachtoffers. Primo Levi, ik wil graag even ingaan op de vraag die Carlo Saletti gisteren stelde. Primo Levi, pour le dire assez rapidement. Ja, dus heel kort, Primo Levi. La première présentation, première évocation des Sonderkommando's pour Primo Levi. De eerste keer dat die Sonderkommando's vermeld werden, is in een verslag dat hij schreef.
met name de bevrijding van Auschwitz. Er steeg een vreselijke geur af van hun kledij, ze waren voortdurend vuil, ze zagen er vreselijk uit. En hij sluit zich aan bij de andere verkeerde interpretaties van de Sonderkommando's. En die Sonderkommando's die worden in verschillende verhalen opnieuw opgenomen. In een poging zo de realiteit weer te geven. Hij heeft ook een tekst geschreven over het verzet van de Sonderkommando's. En die Sonderkommando's, die vinden we terug in een hoofdstuk over de grijze zone. Il arrive pas finalement. Hij slaagt er uiteindelijk niet in om hen echt een plaats te geven. Op die manier komen de Sonderkommando's in zijn gedachtegang over de deportatie en de Shoah eigenlijk voor als een leemte. En hij zegt, het is bijna onmogelijk om te beschrijven hoe die mensen dagelijks overleefden, om te beschrijven hoe zij zichzelf zagen en hoe zij omgingen met hun eigen situatie. Het zijn mannen die vreselijke dingen hebben meegemaakt. Quelque chose qui tient de la lamentation, du blasphème, de l'expiation et du besoin de se justifier, de se récupérer eux-mêmes. En ergens was het nodig dat ze zichzelf probeerden te rechtvaardigen. Alors là aussi, il finalement, c'est un aveu d'échec de lui-même de pouvoir penser les Sonderkommandos. Hij geeft dus zelf toe dat hij die Sonderkommandos niet echt een plaats heeft kunnen geven, waardoor hij hen in die grijze zone situeert. En dat gebeurde dus met de Sonderkommando's op verschillende niveaus. Ze werden voortdurend in die grijze zone gesitueerd waar ze niet uit leken te geraken. Je laisse la troisième partie pour la publication des actes. Merci beaucoup. Hartelijk dank.